Ik heb voor de bachelor geschiedenis gekozen omdat in de eerste plaats ik bedacht dat ik gewoon iets moet gaan doen wat ik leuk vind. Ja, en geschiedenis heb ik door de jaren heen op de middelbare altijd heel interessant gevonden. En dat je daarin door kan pakken op de universiteit, dat is vooral heel leuk. Met de bachelor geschiedenis bestuderen we voornamelijk moderne geschiedenis, vanaf het jaar 1500 tot aan het heden. En dan voornamelijk ligt de focus op de afgelopen 200 jaar. Ja, we belichten de geschiedenis voornamelijk aan een lange termijn perspectief, waarin dat we verschillende overkoepelende thema's gebruiken, zoals dat van migratie of sociale ongelijkheid. Hiervoor gebruiken we een aantal populaire manieren waarin dat geschiedenis gebruikt wordt, zoals dat van games of hoe de mode-industrie in elkaar zit en ook bijvoorbeeld internationale conflicten. In deze bachelor zoek je naar antwoorden in het verleden, dingen die de burger bezighouden of dingen bijvoorbeeld uit de economie of uit de politiek. Een gemiddelde dag. Het is niet zoals op middelbare school dat je 's ochtends begint met een vak en dat je 8 vakken hebt totdat het einde van de dag er komt. Ik heb misschien een keer een hoorcollege op een dag. Ik heb ook misschien een keer een dag niks. Ik heb soms op een dag een hoorcollege en een werkgroep. En dan ben je een paar uurtjes op de uni om de stof door te bespreken. Maar daarbuiten ga je ook nog heel vaak met medestudenten ga je studeren, misschien op de universiteit. Of je doet het thuis. Ja, ik vind het heel leuk om in Rotterdam te studeren, omdat het ook zeker een stad is met heel veel geschiedenis. Je hebt het bombardement van de Tweede Wereldoorlog, waardoor de stad opnieuw opgebouwd is. Het is een havenstad, dus daar heb je ook nog heel veel geschiedenis in die onderzocht kan worden. Wat we ook zeker in het eerste jaar bijvoorbeeld gedaan hebben. En buiten de geschiedenis om is het ook een stad met heel veel horeca, waar ik zelf heel erg veel van hou. Daar komt het allemaal een beetje bij elkaar. Na deze studie zou ik eerst willen proberen om docent te worden. Als het dan niet lukt, dan zijn er ook nog zeker heel veel mogelijkheden in het bedrijfsleven waar ik terecht zou kunnen. Zeker omdat er ook in het bedrijfsleven heel veel vragen zijn aan geschiedenisstudenten. Ja, een aantal tips als je je studie kiest, dan wil ik vooral benadrukken dat je gewoon moet gaan studeren wat je leuk vindt. Dus je moet nooit in eerste instantie gaan kijken van wat kan ik ermee worden. Want uiteindelijk word je allemaal wat je leuk vindt als je er maar genoeg energie in stopt. En ik denk dat de geschiedenis daar heel goed op inspeelt, als dat jouw interesse is. Wil je nou meer weten over de bachelor geschiedenis? Kijk dan op onze website voor meer informatie.